Recording. Amai, hoe zot is dat? Gisteren was het nog 20 graden. Vandaag nog maar 10 graden. En ze geven zelf ze voorspellen zelfs sneeuw en hagel volgende week. Dat is identiek hetzelfde type als het laadpaal dat ik gebruikt heb met de Zero. Hè. Dus ik ga dezelfde laadkabel gebruiken. Ja, dus ik sta in een vergelijkbare laadpaal, ook van Allego. Hij is aan het opladen. Dezelfde laadkabel. Hier gaat dus met sleutel hier kunnen dat open doen en dan kun je hier die tjoepen daaruit trekken. Die rubber doppen. En dat is de type 2 stekker en daar zit dan nog een CCS stekker. Dus als je die er ook uithaalt, kun je CCS laden. Dat zal ik straks doen. Tijdens het laden maakt dat zo... Ziet dan, dat is geanimeerd te zien. En dit komt er op het dashboard. Nu er staat 3 kW, 13 ampère. Set 13 ampère. Dus hij zal geconfigureerd zijn om maximum van 13 ampère te laden. Dat is op zich niet slecht voor je stopcontacten thuis en zo. Hè. Dat hem niet over die 13 ampère gaat. En dan zou het hem nu voor die 40% laden, zou het hem meer dan 2 uur bezig zijn, zoals er hier staat. Hè. Dus naar 100%, dus hij gaat volledig opladen. Hij heeft op dit moment nog bijna 60 en hij moet 2 uur en een beetje laden. Ik denk dat ik nu ook gewoon contact kan. Ja, ik kan hem van het contact halen. Hier brandt er ook een lichtje zo te zien. Ik zei, het is de eerste keer dat ik hem op plaats. Maar dit zo laden onderweg, ga je met dit type motorfiets denk ik niet veel doen. Want kijk, je zit dan meer dan. Hoeveel zou het zijn als je hem volledig moet volladen? Dus 40% is 2 uur 20 minuten. Dan voor 80% zijn je al 4 uur 40. Je bent eigenlijk al 5 uur aan het laden voor iets van 85% of zo. Om maar aan te geven dat dat niet iets is voor onderweg te laden. Kijk, dus dat is die type 2. En als je dan dit rubber eruit haalt, heb je een CCS-sticker. Is het zo? Dat zit ik ernaast. Nee, het is zo. En ik vermoed dat ik hem gewoon dicht kan klappen. Ja, en hij gaat in het slot. Kan ik erbij. Maar nu ga ik een andere lader opzoeken die sneller is. Er liggen nog stekkers op de grond. Een nest van kabels. Bonjour. Kilometer. Ouais. Oui, c'est très vite, hein, c'est directement. Oui, merci. Nou, nu is hem begonnen. 11 minuten naar 80%. Ik heb dus bij Lidl met een CCS connector. Naar de paal. We hebben hier echt het alle types hier. Hè. En ze kunnen maximaal 50 kW leveren, maar de motor is beperkt op 20 kW. Hè. Ik kan zelf zien wat mijn accu status is. Het is in het Frans. Ik moest eigenlijk alleen maar hier op start doen. Een keer dat hij dus hij verbindt, dan krijg je op het dashboard een melding. En dan moest ik enkel hier start doen en was hem vertrokken. En nu staat hem hier ook aan te geven.
Je gaat automatisch naar 80% en in 10 minuten gaat hem die 20% bijgeladen zijn. En wacht, je kunt juist hier 19 kilowatt, 60 ampère. Er is hier een knoppencombinatie, ik ken die niet uit het hoofd, maar waarmee dat je nog sneller kunt gaan als ik het goed begrijp. Maar op zich al indrukwekkend. En voor te stoppen veronderstel ik hier gewoon op die knop. Charge RT. Ja, en daar stopt hem ook. Hij gaat ook automatisch. Ziet die kabel hoe dik. Ik ga je als goeie mens die kabels ook een beetje uit de war halen. En mijn tjoepjes er terug in. Voilà, ik ben CCS ontmaagd.